Suriname heeft gisteren 6 overeenkomsten ondertekend met Brazilië. Op deze manier willen de twee landen de bilaterale betrekkingen verstevigen. De samenwerking is aangegaan op de gebieden van veiligheid, cybersecurity en de landbouw. De minister van Buitenlandse Zaken van Brazilië, Aloysio Nunes Ferreira, tekende samen met zijn Surinaamse ambtsgenoot Ildis Polak Bigli de overeenkomsten. Bigli zegt dat vooral de kleinlandbouw extra aandacht zal krijgen. Vandaag hebben wij met de speciale ondersteuning van ABC, het Braziliaans Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking, maar ook met de technici van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere vakministeries en stakeholders, zijn we in staat geweest om 6 overeenkomsten te tekenen op het gebied van veiligheid, op het gebied van cybersecurity, op het gebied van landbouw, met name het gebied waarbij het kleinschalig landbouw wordt ondersteund en daarbij worden dus gezinnen in staat gesteld om via processen en technieken hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Nunes Ferreira is blij dat de samenwerking met Suriname wordt verstevigd. Que está capitaneado o Brasil pela Agência Brasileira de Cooperação ligada ao Ministério das Relações Exteriores. We have a technical cooperation area that's being boosted between Brazil and Suriname and is being coordinated in Brazil by the Brazilian Agency of Cooperation, linked to the Ministry of Foreign Affairs in Brazil. E nós tivemos hoje a ocasião de assinar ajustes complementares e relativos a esses projetos e novos projetos que estão na nossa agenda. And we had the opportunity to sign new projects that continue the concrete cooperation between us and we'll have the opportunity to go on signing new agreements. E pelo que eu pude entender do statement da minha colega em holandês, eu creio que ela pôde enumerar todos eles. And from what I could understand in the Dutch I could understand from my dear friend Minister of Foreign Affairs Polak Bigli, I think she has mentioned all the agreements that we have signed today. De minister van Buitenlandse Zaken van Brazilië, Aloysio Nunes Ferreira. Gisteren na de ondertekening van een 6-tal overeenkomsten met minister Ildis Polak Bigli.